Hey kijkers van Dus Avondkraft, welkom bij een nieuwe Mytopia, waarbij ik tegen een invisible blok aan het aankijken ben. Waarom zit dat hier, Colin? Fucking Dat is een weird. bouwstructuur, ik zie hoe het ingedeeld is door het bouwbedrijf. Schijnbaar. Maar we gaan het hebben over de verzameling die wij gaan doen, want ik kan het niet laten. Ik ben zelf natuurlijk altijd al kleding gek geweest vanaf het begin. Toen ben ik op een gegeven moment een heel stoffig baantje gaan doen, namelijk burgemeester. Toen is er een beetje ingeschoten. Ik heb wel een hele dure boot gekocht, maar kleding... Ik heb bij best wel zeldzame kleding eigenlijk stukje bij beetje een beetje weggeschoven. Er is daar een Greycon shop. Er is meer kleding dan je ooit zou kunnen bezitten volgens mij. Ik bedoel, ik weet niet eens wat je momenteel op je hoofd hebt. En wij hebben eigenlijk besloten, jij en ik, van hé, hey, we gaan samen verzamelen. Dat doen we niet alleen. Waar zit Red? Red, Die is, we hebben om de gang blue, gebracht. red en ben ik dan yellow? Dus heb ik kwik en kwak. Maar nee, dan moet ik groen zijn. Nou, Ja, en hier is Damien Red Maniac. Jullie zijn voor alle duidelijkheid van de Mania. Jij bent ook rechter geweest een lange tijd, volgens mij. En ja, Red ken ik nog van een investering die ik vroeger ooit een keer gedaan heb, waarbij je Colin heel erg lang gepest mee hebt van wat zou je doen met een miljoen? Ik weet het wel. Ik weet wel wat jij doet. Ja, en wij gaan het even vandaag even het kort hebben over hoe wij willen gaan verzamelen, wat we willen gaan doen. Jullie kunnen ook een beetje mee gaan bepalen waar we uiteindelijk dat moeten neerzetten. Ik ga ondertussen mijn webcam ietsje kleiner zetten, want ik stoor me er heel erg aan. Zo, stukken beter. Ja, laten we gelijk even beginnen. Want wat heb jij de afgelopen tijd gedaan? Je hebt hier zelf een collectie. Mag ik die even zien? Ja hoor, tuurlijk. Laten we daar meteen even naartoe gaan. Daar gaan we heen. Mooi dat ik elke deur kan openen. Ja. Jezus. Dit is en een ik dacht beetje dat ik, de in mijn ik dacht dat ik in mijn Cosmopolitan huisje veel had. Maar we hebben al een beetje wat uitgewisseld. Niet alles is compleet, zeg maar. Nee. Kun jij heel snel een beetje waar ik voor sta vertellen welke kleur het is voor de kijker? Want dit is echt onmogelijk hier. Wat is dit? Koningsblauw. Oké, dat is Bordeaux, dat zie ik. En dit Bordeaux, is? Bordeaux, vuurrood. En dit is? Brandweer. Dit is? Season 1 rood. Fucking zeldzaam. Dit is natuurlijk roodse, dan hebben we hier de G-outfit. Dit is? Donkergrijs. Donkergrijs 1. En hier is donkergrijs 2 volgens mij. De Green Arrow, ik vind het echt het pronkstuk van je collectie. Ik vind hem echt super vet. Standaard bruin. Ja. Dit ziet eruit als Holland Oranje. Maar jij hebt een unieke chestplate daarin. Volgens mij is dat ooit een beta chestplate geweest. Dit is voor mij super zeldzaam. We hebben het idee van wel, omdat het kleur is toch wel iets lichter dan de andere. Ja, dit is dan oranje. Het lijkt bijna bruin, omdat dat Holland Oranje ernaast staat. Maar dit is toch echt oranje seizoen 1. Ja. Dit weet ik niet. Dat is standaard geel, season 1. Dit? Dit is echt heel zeldzaam. Lijkt bijna ik denk groen. Dat er maar 2 zijn of zo van in de server. Fucking dope. Houden dus. Dit is dan geel. Dit is dan... Nee, het is Golden Age. Nee, deze. Dat is Golden Age. Echt waar? Ja. Oh, dit is... Oh man, geel staat linksboven. We dat kunnen het wel naast elkaar zetten als je wil. Nee. Ik zie het gewoon heel slecht omdat er zoveel kleuren zijn. Dit is dan... Bronsgold. Bronsgold. Dit is dan... Vegan. Vegan. En dan hierboven nog een heleboel dingen. Wat vind jij nou de mooiste, Red? Want je bent alweer weg. Waar ben je heen? Oh, daar. Dat daarboven. Wat is nou jouw collectie, jouw prachtstuk? Is dat wat je aan hebt, vuurrood? Nee. Ja, mijn prachtstuk voor mijzelf is dan toch wel de Deep Red. Waar staat die? Oh my god, staat hier boven. Ja, binnenkort misschien te halen, misschien niet. Kom zaterdag lekker kijken in Gredel. Maar je hebt de afgelopen tijd heb je meer gedaan. Want je bent, zoals velen weten, heb je meerdere bedrijven. Je hebt redelijk wat centen. En dat ligt hier volgens mij. En dit is dan jouw enchanted, non-enchanted voorraad of zo? Of hoe moet ik het zien? Ja, het is wat we hier een beetje hebben gedaan. Is we hebben gekeken naar wat is nou echt zeldzaam in het spel. Ja. En hoe gaan we dat verzamelen. En hier hebben we een beetje meer de enchanted dingen terug ingebracht. Turquoise en een hoodie. Oh, hier begint het. Oké, hebben we lichtpaars, TW brons, oranje. Oké, iron leggings zelfs. Brony pink. Oh my god, die is zo vet. Die wil ik aan. Kijk maar. We hebben echt sommige meiden, jongen. Waar lag die eigenlijk in? Je kan hem wel terugleggen en dan sorteren hem later. Ik leg hem hier maar neer. Sommige meiden zouden er echt een moord voor doen. Dan heb je criminal gear, heel mooi. Bijna full iron, moet alleen de boots nog. Ja. Honeymoon, nooit van gehoord. Crocodile, heel vet. Lau enchanted. Is het seizoen 1 geel enchanted? Wat is het? Is geel season 1 enchanted. Er zijn er ook maar 2 van. En ik weet wie de andere heeft dus. En dit is jouw prachtstuk, hè? Het helmpje. Ja, lichtblauw. Ja, daar zijn er ook maar 2 van. Sweetheart, heel gaaf. Ja. Waarom heb je er maar de helft van, setje van? Van Sweetheart? Ja. Omdat ik de andere helft nog niet heb kunnen vinden.
Oh my god, deze kleur is zo cool! Ja. Moet ik maar een keertje naar zoeken. Ja, ja, dat inderdaad. Ja. We moeten even een geldinjectie hebben. Dat gaan we fixen. Ik weet alweer niet waar die... Oh ja, hier was hij. Boven. Ja. Nou, ik ga er even gauw doorheen, anders blijf ik alleen maar shoppen. Kassis, orkest en Greycoin dingen. Dan hebben we hier helmpjes. Dan hebben we hier Lily, heel gaaf. Paards. Een Lily helm. Konersblauw helm. Blauw. Roodse. Deze moet je ook even uitleg bij geven, want die heb je van mij gekregen. Wat is dit voor iets? Voor de mensen denken, wat de fuck is dat voor kleur? Zelfs Red weet het niet, denk ik. Nee, echt niet. Doe me eens aan. Ja hoor, dit is een kleur waar eigenlijk gewoon nog geen naam voor is eigenlijk. Er is ook geen setje van, dat is de grap. Het is een Sinterklaas cadeautje geweest aan... Een van de spelers, dat kan een Niraj zijn of het kan een Jan de Eggerman zijn. Ik weet niet wie hem gehad heeft, maar die heeft hem aan mij gekocht. Verkocht voor 5000 euro maar. Dan zie je maar hoeveel en nu, plaats hij er is. Omdat er maar één van is, mensen die geel verzamelen. Ik zweer het je, die betalen je 100 of 200k voor. Ondanks dat de kleur verschrikkelijk lelijk is. Ja. Nou, dan hebben we hier nog een aantal dingen. Mag ik even voor vandaag Temples Midnight lenen? Ja, het is onze collectie, dus dat mag van. Maar natuurlijk. Ja hoor, natuurlijk. Oké, ik ga deze aantrekken. Ik vind dat toch wel stiekem een heel cool kleurtje. En ik heb een tijd geleden van... Dan moet ik even goed zeggen hoe die heet. Iets met Up Pro of YouTube Pro. Hoe heet Ditch die gozer? Ditch U Pro. Juist. Die heeft met Greycoins heeft hij dit gekocht. En die heeft hij aan mij gekocht voor bijna een miljoen euro. Verkocht aan, voor een miljoen euro. Wow. Dus die hebben wij nu in de collectie. Red Maniac denkt, oh, dat is ook wel mooi. Ja, het is blauw, dus dat hoort bij hem. Ja, als ooit iets rood is. Sorry. Ik wou in ieder geval even kijken. Ik heb toen jou een beetje wat geld gegeven, zeg maar. Of een beetje, redelijk veel, zeg maar, om de collectie uit te breiden. Ik wil het eigenlijk nog een keer doen. Heb je hier een pinautomaat in de buurt? Ja hoor, hier op de gang, aan de linkerkant. Oh, dat is fucking chill. Oh, heel erg mooi. Hoeveel heb jij nodig, denk je? Dat is een moeilijke schatting om te geven, omdat er toch heel veel dingen zijn die heel zeldzaam zijn. Ja. En dat er eigenlijk geen waarde aan te hechten is, omdat ook veel dingen gewoon van voordat het public is geweest. Nou, ik heb nu van mijn hele fortuin denk ik nog maar 8 miljoen over. Ik geef je 5 stacks diamond. En laat mij eens even zien hoe je dat doet. Want spreek je mensen op straat aan? Ga je bij de Greycoin shoppen? Ga je daar posten? Wat doe je eigenlijk? Wat ik voornamelijk doe? Ja. Dus ik loop rond in het centrum en ik heb wel een beetje mijn connecties en mensen rondlopen die weten waar de zeldzame kleding zit. Ja. Wat ik ook vaak doe is ik loop rond om toch wel elke stad te bekijken van wat de veranderingen zijn. En dan kijk ik gewoon rond naar wat heeft iemand aan en ik benader die persoon gewoon van hey. Maar hoe oké, ik ga zo wel even in Vanish, want dan wil ik gewoon lekker met je meelopen. Dan gaan we bij de Ingredeel even rondlopen. Maar hoe krijg je het voor elkaar? Want ik weet dat je eerst ook gewoon een verkoopdingetje had. Zeg, wat? Oh, dat is ook zo'n mooi kleurtje. Ja, dat is Rode JC. Is mijn manager van de kledingwinkel. Ja. En hij heeft Honeymoon Enchanted aan. Beter staat hij die lekker af na zijn bruiloft. Want dat is voor zijn bruid, toch, volgens mij? Ja, als het goed is wel. Waarom loopt hij er nou in? Dat is toch bizar? Nou, in ieder geval wil ik eventjes dat we naar Gredo gaan. Gaan we even kijken hoe je dat allemaal doet, zeg maar. Ik geef in Venice wel een beetje advies van, dat moeten we kopen. Mijn vraag is, terwijl ik wel even in Venice ga en wij vast kunnen lopen, dus let's go naar de portal. Ik volg jullie wel. Is hoe krijgen jullie het voor elkaar om zoveel kleding te hebben, zeg maar, het ook nog eens een keer te verkopen, maar niet alles te verkopen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nou, het is toch maar wel zo van, je gaat kijken. Oh my god, we hebben hier full gratis. Dit is Lee. Dit is Lee, stelt wel een hele hoge prijs aan, maar we kunnen kijken of hij vandaag wil kijken. Wat wil je ervoor hebben? Vraag het eens gewoon. Ik ben wel benieuwd. Bied hem 350.000. Nou, ik heb al vandaag eerder met hem gesproken. Hij heeft meerdere enchanted setjes. Oké. Okay. Het is zo mooi. Het is een soort paarsroodachtig. Best. Hier moet jij helemaal gek van worden, Red. Ja, maar ja, de prijs... Maar oké, even kijken wat die wil hebben. De boy van de buurt. Wat wil die? Vraag het hem eens even. Ik ga er gewoon de poortje dicht doen. Ja, het is een beetje te druk, hè? Ja. Dit is Lee. Wat wil je hebben voor je outfit? Als hij hem wil verkopen, ik weet het niet. Dat is wel kloten, want er zijn er maar 5 van. Hij heeft dus een heel setje. Shit. Ja, nou het is zeg maar zo... Hij geeft niet eens antwoord, hij heeft het alleen maar over je outfit. Ja, klopt.
Ik ga er even naast staan met mijn... Met mijn Ja, zo kan je wel duidelijk het verschil zien namelijk. Oh van, ja, dat is echt heel anders, zeg. Wauw. Oké. Okay. Ja, geef dan even antwoord. Dit is Lee. Go, go. Oh, hij geeft je oranje bende. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik heb interesse in je outfit. Nou, hier begint dan normaal gesproken die op Teamspeak waarschijnlijk, maar... Ja, nee, ik kijk even gewoon rond. Ja, geef dan antwoord. Hij zegt, weet ik. Oké, okay, kom, we gaan naar Gredel. We gaan niet te lang wachten daarop. Als hij geen prijs noemt, dan is het gewoon klaar. Nou, gooi de poortjes maar open. Ik sprint wel naar buiten. Ja, is goed. Oké, hoppakee. Nou, ik ben alvast richting de portals. Heb je bijvoorbeeld hier bij Strength zijn winkeltje, hè? Dus heb jij hier alles al gehaald, wat je nog moet hebben? Ja, ik heb al bij Strength. Ik heb goede contacten met Strength. Ja. En we hebben gekeken van wat heeft hij en wat kan hij toevoegen aan mijn collectie. Precies, want je hoeft natuurlijk niet alleen maar van straat af te plukken. Sommige winkels hebben misschien ook nog net even dat ene wat je nodig hebt. Oké, okay, Gredel, ik duik gelijk weer even Vanish in. Ja, anders krijg ik heel veel volgers. Wat dit heeft Smash is aan? Misschien wel een goed voorbeeld. Die Smash die heeft Iron Enchanted aan. Ja. En wij hebben die boots nog niet. Eens even kijken. Hij is wel een slimme gozer, want hij is voor mij ook rechter geweest. Jij kent hem wel. Ja. Dus even vragen wat hij ervoor wil. Vraag eens of hij hem wil verkopen. Ja. Voor de boots, hè, zei je? Ja. Oké. Okay. Maar dan maakt het niet zo heel veel uit of het Army Gear is of SWAT Gear natuurlijk. Het is Iron is Iron. Ja, precies. Vraag even de prijs. Ik ben heel benieuwd. Oh, je gaat dan wel bekend zijn als de opkoper van de server, hè? Hou je daar rekening mee? Ja, tuurlijk. We staan ook wel bekend van, ja, we kopen wel vaak dingen op om ook de medemens te helpen. Ja, 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 ja. Om toch te kijken van, ja, laten we kijken hoe iedereen verder kan. Die Smash. Hij moet wel even nadenken erover. Hij weet het nog niet zozeer. Voor een leuke prijs. Wel. Oké, okay, hoeveel? Nou, normaal gesproken kopen we Iron op tegen, ja, 160 tot 200k. Oké, ja. Dus je begint natuurlijk altijd laag bij het bieden van, hey... Hij moet ze bewaren voor een rechtszaalzaak. Voor een rechtszaak? Hoezo? What the fuck? Is het niet van hem? Ik ben in elkaar gemapt. Oké. Okay. Oh. Juist. Dan houdt het helaas op. Nou ja, je hebt hem nog op Skype, dus als desnoods vragen we gewoon als hij hem nog wil verkopen, zeg maar. Maar misschien dat, misschien dat we het ergens anders vandaan. Nou, ik ga het op een rennen zetten. En wat heeft hij aan? Ox Big Berry. Hij heeft, als ik het goed zie... Ik twijfel of dat Midnight Temples is. We gaan het gewoon even vragen. Die hebben we nog niet. Kijk, oh, dat is leuk, man. De hele dag gewoon lekker rondlopen zo. Ja, dat is een beetje hoe het gaat op zo'n dag. Reageert hij wel? Of is hij AFK? Ik denk AFK. Ja, ik kan hem niet even de map geven om te kijken. Wat de hel? Dia? Oké, okay, de outfit valt al op, zeg maar. Ja. Nou, ik denk niet dat Ox Big Berry de is. Ik denk het niet. Dus we gaan gewoon lekker lopen, inderdaad. En gaan we gewoon even meestal verder. De mensen die bij de Greycorsje op staan, die zijn toch wel actief. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik heb ook gezegd, kijkers, dat ik jullie hulp ook nog even nodig heb bij iets. En dat is het volgende. Ik wil samen met Colin en met Damien wil ik eigenlijk ons eigen museum gaan starten. Eentje die beter zou moeten zijn dan die in Cutrexia. Want het is natuurlijk spelerbased, dus veel knapper dat we het allemaal dingen hebben. Ik weet dat Serodot ook met eentje bezig is. Of die heeft eigenlijk een privécollectie, niet zozeer een museum. Respect daarvoor natuurlijk. Die heeft ook een paar dingen die wij absoluut nog niet hebben en ook niet kunnen hebben. Chucks, moet je Chucks hebben? Nou, nah, dat komt wel, joh. Die ook wel op Skype. Kom maar. Ja. En, hij komt al terug. En ik wil eigenlijk samen dan met Serodot, met zijn eigen collectie, wij met onze collectie, hopelijk het ooit een keer helemaal compleet hebben. Het zou super cool zijn. Het is gewoon een mooie achievement, zeg maar. Wat zou jij, als je zou kunnen kiezen, per direct willen hebben? Als je gewoon uit alles kon kiezen. Alle kleuren? Alles wat er is. Wat iemand anders heeft, noem maar op. Ja, ik ga het niet voor je inspannen of zo, maar gewoon om... Nee. Heel benieuwd. Waar ik oprecht... echt verliefd op ben. Ja. Dat is wel Frozen. En ik weet ook wie die heeft. En dat is meneer Cyrodiil zelf. Ja. Dus daar moet ik ook nog een keertje mee om tafel gaan zitten. Ja, dat wordt een hele, hele dure, ben ik bang. Ja, daar ben ik ook bang voor. We komen hier wel bij aardig wat mensen die spullen hebben. Kijk, een pepernootje. Volledig rood. Als je het nog nodig had, hebben we niet. Maar... Nee. Nou, ik loop even door naar de Greycon shop. En eens even kijken of daar toevallig mensen in mooie kleding zien. Zoals hier eentje met een Temples Midnight broek. Maar die hebben we al. Ja. Oh, dat is echt moeilijk. Maar jij ziet, jullie twee zeg maar, jullie kunnen letterlijk zien welke kleur het zo'n beetje is. Hè? Dus met een 95% zekerheid. Ik vind dat oprecht knap, dat je het gewoon kan zien. Van, oh ja, dat is
gratis of dat is whatever. Oh shit, ja. De winkel is niet open. Ja, dan is er ook natuurlijk niemand. Nee. Nou, kom, we duiken even gauw naar binnen. Even kijken wat wij nog missen, zeg maar. Ook een beetje een oproepje voor iedereen die kijkt natuurlijk. Van, hè, misschien hebben jullie dat. En dan kunnen we dat misschien van jullie overkopen. We hebben Temples Midnight, hebben we. We hebben Kratos Midnight nog niet, volgens mij. Alleen het helmpje, dus die moeten we nog wel hebben. Dan moeten we de Enchanted variant er nog van hebben. De Enchanted variant van Temples Midnight. En... alleen daar hebben we de legs hebben we al van Temples Midnight. Ja, en Bananana moeten we hebben, maar die is alleen Enchanted. Die is nooit non-Enchanted geweest. Dus dat moet ook nog, zeg maar. Ja, en oh, hij is aan de andere kant. Banana oh, hier is er wel. Oké, die moeten we ook nog hebben. Ja, ja, en hier misschien nog een paar dingen van. Maar ja, we hebben niet zo heel veel Greycoins meer. Je hebt er nog 10 of zo? Ja. Ja, ja, dan kun je gewoon een leuke vooruit kiezen, zeg maar. Hebben wij heel toevallig, vraag ik me af, fairies al? Nee, fairies hebben we nog niet. Ah, maar die is 10 coins en ze hebben alleen nog maar... Het helmpje, shit. Ah, oh, dit wordt nog een probleem, man. Oh, wacht, ja. daar zijn rijke mensen. Oh, Oxbigberry is er. Wat heeft hij? Oh, ja. Oh, ja. Kom maar naar binnen. Ja, doe maar verder. Loop verder. Oké, dan. Is zijn dat? Nou is het helemaal aan. Dat klopt. Mooi, hè, zegt hij. Ja, wij vinden het heel mooi, we willen het kopen. En is dat geen fairy chestplate wat hij aan heeft? Of zeg ik nou iets heel doms? Dat weet ik niet zeker, want het lijkt ook heel veel licht paars. Nee, ik denk dat het fairy is. Ja. Het is fairy, volgens mij. We gaan het gewoon vragen. Hoeveel biedt? Ik ga wel even uit Venice, dat kan hij mij ook even zien. Oké, Sferry Chest, maar hij moet een beetje opschieten. Weet je wat? Zullen we gewoon eens kijken? Dan hoop ik dat hij niet een of andere soundboard heeft met... hij is niet op Teamspeak, jammer. Anders had ik hem even op Teamspeak gesleept. Nou, houd het op. Nice, prefix. Ja, bla bla bla. Nou, ga eens even een aanbod doen op die dude, want ik ben heel benieuwd. En achter je staat ook die CC Willem. En die heeft voor mij een donkerblauwe, diepblauwe chestplate of zo. Die is ook al ja, die hebben we... volgens mij. Nou. En Chant hebben we al. Oké. Ja. Ik wil ze allebei. Nou, en wat vraagt hij ervoor? Gewoon, wat is je prijs? Ja. Je hebt vast een prijs in gedachten. Nou, hopelijk niet dat hij denkt van, oh, maar David die heeft 10 miljoen, dus dan wil ik 5 miljoen. Zo denken sommige mensen dan. En dan had ik zoiets van, nee joh. Ja, dat is ook zo. Mensen weten dat Redmanic en ik ook heel veel geld hebben. En daarom gaan ze met hoge prijzen. Ja, maar soms moet je gewoon zeggen, oké, dan niet, doeg. En dan loop je gewoon weg. Precies. Ze komen vanzelf wel achter je aan. Nee, niet echt. Normaal gesproken zijn fairies, dat is even de allerduurste enchants natuurlijk. En de is het Temples? Ja, of Green Arrow? Nee, hij heeft Temples Midnight Boots. Waar gaan die normaal gesproken voor? Want ik wil hem wel een serieuze prijs geven. Ja, damage maakt niet uit, dat kun je laten fixen. Ik wil er een serieuze prijs voor geven, zeg maar. Dus niet al te veel... oplichten. Want ja, sommige mensen die er geen verstand van hebben, die kun je een compleet setje laten we zeggen van de goedkopere dingen die hier staan bijvoorbeeld, voor 70.000 of zo, maar dat is gewoon echt kut. Nee, precies. Nou, normaal gesproken heb ik een prijsrange tussen per Greycoin momenteel tussen de 10 en de 15.000. Ja. Dat is momenteel de waarde hoe dat verkocht wordt. Mm-hmm. We kunnen altijd kijken wat hij erop biedt. Als ik het goed heb, is Ferris 10 coins en de Boots ook 10 coins. Ja, dat is 20. Dus Ja, laten we gewoon beginnen met 10.000 per coin. Dus ik bied er 200.000 op. Oké, voor beide dan. Ja. Oké, nou komt hij vast bij de tegenbod. 200.000 voor beide. Ja. Met een smiley. Nou, dan zegt hij waarschijnlijk, nee joh. Nou, wat je vaak merkt is dat mensen 200... Wow! Oké! Daarom. Oké. Normaal gesproken ga je niet meteen akkoord bij een deal, dus je gaat kijken van, hey, maar ik wil de 200.000 bieden. Hoe zit er echt voor? Kijken of je wel omlaag gaat, dat is wel normaal gesproken hoe je onderhandelt, maar laten we een klein beetje bovenop gaan. Ja, 205, als hij slim was, dan had hij gelijk 350.000 gezegd of zo, right? En dan een beetje meet in de middel, zeg maar. Precies. Dus heel veel mensen moeten toch wel een beetje gaan leren, denk ik, om te onderhandelen als ze dure kleding hebben, zeg maar. Want ja, bitches als wij kopen het gewoon op.
Hè, Damien? Ja, ja, hij koopt heel de zooi op. Nou, we hebben hem gekocht voor 205k. Nou, drop het aan hem, er kan niemand bij hier, dus hartstikke veilig volgens mij. We staan in een winkel, die is van mij volgens mij, dus voor mij mag het. Even kijken, plotinfo. Ja, je mag hier handelen, doe je ding. Die man heeft nog nooit zoveel geld gehad. Waarschijnlijk niet. Maar omdat ik erbij sta, gaat hij ook niet uitloggen, gok ik zo. Het zal wat zijn, hè? Nee, nee. Ja, de wonders zijn er weer nog niet uit. Nou, we hebben in ieder geval Tempels Midnight Boots erbij. Ja, toch? En dat is zeker mooi. Ik vind het helemaal vet. Dit moet je, als je onderhandelt en je bent een handelaar, moet je dit juist niet doen. Maar ik doe het wel, omdat ik hem gewoon helemaal fucking cool vind. Hij krijgt van mij nog een bonus. Zo, hier. 12 bloks. 16 bloks zelfs. Hoeveel is dat? 16? Is 40k. Bonus. En thanks. Nou, ik zou graag van jullie willen weten, kijkers thuis, waar zullen wij dit gigantische museum bouwen? In Gredel misschien? Misschien in Rolandia, Utrechtia, Zolle 2-stad? Kan ook. We weten nog niet zozeer of het publiekelijk open gaat zijn, of dat het een privécollectie is die we eens in de maand misschien eens een keer tentoonstellen. Maar ik ben in ieder geval heel erg hyped erover. Ik denk dat we misschien iets van een... jullie doen wel mee met de modeshow, hè? Een van jullie twee. Ik ben er helaas niet bij. Als ik het goed is, doet Red Maniac 32 wel mee aan de modeshow. Dan moeten we straks even outfitjes gaan bedenken eigenlijk. Hey, iemand met Kratos. Kratos. Ja. Oh. Goed, die kunnen jullie even lekker gaan bestoken. Ik kap er in ieder geval mee. Vergeet niet even een like achter te laten, jongens. Te abonneren. En als je Kabopa ziet of Red Maniac en je hebt iets unieks waarvan je denkt, dat hebben ze vast of niet. Ga er ook gewoon lekker op af. We betalen prima prijzen. Je mag zelf je prijs bepalen. En we kunnen altijd nee zeggen natuurlijk. Dus ik hoop jullie op de server te zien. Kabopa en Red natuurlijk ook. En tot de volgende keer, tot de volgende aflevering. En tot zaterdag, dan is de modeshow er. Seizoen 6 release. Ben heel erg benieuwd. Doeg!